Je kijkt naar De Aanloop, het programma waarbij we kijken naar hoe Nijmegen zich voorbereidt op de Vierdaagse. Het is nog een paar weken voordat de Vierdaagse begint en je zou verwachten dat er van alles aan het gebeuren is, maar ik zie hier nog niks. Hier is nog niks. En hier op de wedren ook nog niks. Rico, zijn we niet een beetje laat? Nee, dat denk ik niet, want wij zijn al een tijdje bezig, vanaf januari om precies te zijn. Je bent vanaf januari al bezig met de organisatie van de wedren in specifiek. Ja. Nou, we staan hier niet op de wedren, waar zitten we hier? Nee, we zitten hier in het Koppinghuis. En het Koppinghuis, daar zijn we 6 jaar geleden begonnen om al onze 140 medewerkers een dag van kennismaking te geven en ze uit te leggen wat ze allemaal gaan doen op de wedren. Het komt op mij over alsof het een ontzettende organisatie is. De hele wedren staat vol met tenten waarin eten en drinken verkocht wordt. Ja. Die moeten bevoorraad worden. Kun jij mij eens schetsen, hoe gaat jouw aanloop naar die Vierdaagse? De aanloop, wat ik al zeg, in januari gaan we al nadenken over de assortimenten. Gaan we dingen anders doen? Gaan we meer variatie brengen op de wedren? Gezondheid is een belangrijk aspect daarin. Dus we gaan weer gezondere artikelen leveren op de wedren. Nou kan ik me voorstellen dat er nogal wat eten, drinken doorheen gaat. Ja. Waar komt dat vandaan? Ja, het eten en het drinken, dat komt bij de Sligro vandaan. Ja. Wat we wel bij de Sligro hebben aangegeven is dat wij als Albron gewoon belangrijk vinden dat we heel veel met regionale leveranciers werken. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het gebak, dat komt hier bij de plaatselijke bakker vandaan. We hebben belegde broodjes, die komt hier bij de plaatselijke broodjesketeraar vandaan. We hebben stenen die we gebruiken voor, dat is dan geen eten en drinken, maar stenen die we hier gebruiken om de parasols op de plek te houden. Die komen bij Steenhandel Kan vandaan. Dus we proberen wel zeg maar ook gewoon de regio te betrekken in wat het succes van de Vierdaagse natuurlijk uiteindelijk gewoon is. De medewerkers die tijdens de Vierdaagse op de wedren staan, waar haal je die vandaan? Nou, die worden door een uitzendbureau voor mij geworven, maar die zijn wel allemaal hier uit de regio. En wat het mooie is van de Vierdaagse is wat we op andere evenementen wat minder zien, is dat er heel veel herhaal repeat is, noemen we dat. En dat betekent dat medewerkers heel graag op de Vierdaagse willen werken. Dus dat zijn mensen die andere jaren al hier gewerkt hebben, die gewoon terugkomen om weer achter die bar te staan. Ja, er zijn mensen die hier een hele studie zeg maar elk jaar bij de Vierdaagse aan het werken zijn en die ik gewoon elk jaar weer terugzie. Ja. En ook, ik weet niet of het vriendschappen zijn, maar daar hou je ook nog het jaar door nog wat contact mee. En met sociale media is het natuurlijk hartstikke makkelijk om gewoon af en toe eens nog een bericht te doen. Hoe is het? Ja. En dat gebeurt dan ook. Dus je ziet ze niet op andere evenementen, maar ze zijn na een jaar. Ook op andere evenementen, maar het vooral zeg maar gebeurt dat hier. Ik zie ze vanuit hier ook wel bij de Titi in Assen bijvoorbeeld komen. Mm-hmm. Of bij de Keukenhof in Lisse. Oh ja. Ja. Ja, precies. Want dat zijn ook locaties waar jullie zitten. Ja. Dus vrijdag is de laatste dag. Dan komen de lopers binnen. Ja. En dan is het een uur of 7, dan is iedereen wel weg, denk ik, op de wedren. Ja. Dan ga je opruimen. Ja. Hoe lang duurt dat? Wanneer zie ik niks meer als ik op de wedren kom? Nou, van mij zie je op de zaterdag al niks meer. Ik weet dat de Vierdaagse daarna nog een week nodig heeft om alle tenten af te breken en dat soort dingen meer. Dus er komen 30 trailers met spullen. Stroom, gas. Ja, en die zijn dan zaterdag, dus zijn die trailers weer vol en die gaan dan weer naar het volgende feest. Ja. Ja. En jij eigenlijk ook? En ik ook. Ik ga daarna, ik eigenlijk niet, want mijn seizoen stopt daar. Na de Vierdaagse ga ik hem afhandelen. Ja. Daar ben ik 2 weken mee bezig. Alle onderaannemers, alle medewerkers, alle rekeningen betalen. Daar ben ik 2 weken mee bezig en dan ga ik dit jaar van een welverdiende vakantie genieten. Heb jij na 2 weken al een biertje verdiend? Heb ik zeker verdiend. Ja, ja. Eigenlijk nu ook al. Proost. Dankjewel, proost. Op een mooie.